FC Den Bosch TV wordt mede mogelijk gemaakt door Macron Sport, Schouten en Nelissen, Van Wanrooy Bouw en Ontwikkeling en Scoremaster. Speel mee en win ballen voor je club. Welkom bij weer een aflevering van FC Den Bosch TV. FC Den Bosch tegen Jong Ajax. De wedstrijd van het jaar natuurlijk voor het vele opgekomen publiek die de jonge sterren uit Amsterdam wel eens wil aanschouwen. We blikken terug op deze wedstrijd met de mannen die hier op de foto staan. Natuurlijk met Joey Belterman. We hebben natuurlijk Maarten Bodaar en natuurlijk onze trainer René van Eck. En heeft Arda Hafaar zijn zevende havaartje gemaakt? We gaan het zo dadelijk zien in de beelden. Van FC Den Bosch, Jong Ajax. Het gelijke spel bij Almere en het gelijke spel thuis tegen Jong PSV was FC Den Bosch erop gebrand natuurlijk om eindelijk eens die drie punten in Den Bosch in de vlier te houden. Den Bosch begon redelijk voortvarend hier met Sven Verlaan. Die had een basisplaats, ging in de aanval, haalt met links uit. Maar het balletje was toch iets te zacht ingeschoten om in die grote huizen te verontrusten. Jong Ajax met een aantal goede spelers gekomen. Onder andere Sanjes, El Mandoui en Nouri. En natuurlijk de spits Sam Hendricks. Gaat hier in de aanval via de linkerkant. Komt er een aardige combinatie en een mooie steekbal uit. Die brengt uiteindelijk Nouri in stelling. Komt via de kluts uiteindelijk terecht bij Muric. Maar gelukkig is daar Kees Heemskerk. Die maakte zich breed. En het kansje voor Ajax is geweken. En deze bal is duidelijk buitenspel. En Kees Heemskerk die roept zijn verdediging nog eens op. Jongens, let op. Laat ze niet te makkelijk door de verdediging heen snijden. Aardige paas richting Jordi Thomas. Ze kopt de bal mooi door naar de ijverige Belterman. Wint daar het duel. Gaat de bal natuurlijk naar Hafaar. Die legt hem voor zijn rechtervoet. En de voorzet wordt weggewerkt door Damien van den Brugge. Centraal verdediger van Jong Ajax. Hoekschop. Wordt de bal weggekopt. Via via komt de bal bij Zelderust. Zelderust Slivka. Slivka Belterman. Belterman legt hem voor zijn gouden linker. Kopbal Bodaar. Oeh, op de kruising. Maarten Bodaar. Dat heeft hij alles meer gedaan dit seizoen. Prachtige kopbal. Mee naar voren gekomen. Dan gaat weer terug naar zijn plekje. Maar wat was het een mooie kopbal. Dat had eigenlijk de 1-0 mogen zijn. Althans wat FC Den Bosch betreft. Hier duur balverlies van Arda Hafaar. Komt Sam Hendricks. Instelling gaat hij daar zijn tiende maken. Die bal gaat raken links naast het doel. Ja, het is heel link om op het middenveld een bal te verliezen. Ook tegen Jong Ajax. Maar goed, hier wederom Hafaar. Nu met rechts voorzet. Wordt de bal weggekopt. Via Slivka gaat de bal naar Belterman. Belterman laat zich bijna de bal ontfutselen. Maar pakt de bal toch op tijd terug en brengt naar de buitenkant. Dat deed hij een Maatsen. Die legde voor zijn rechtervoet. Indraaide bal. Komt Slivka. Is dat dan de 1-0? Nee. Hij kopte hem naar de grond. Zoals het eigenlijk een beetje moet. Hij deed eigenlijk alles wat goed was. Behalve verdween de bal niet in het doel. Dan hier Arda Hafaar. Kijkt eens even rond. Krijgt via krijgt de bal terug. Via Jordi Thomas. 1-2'tje. Gaat hij daar? Ja hoor. Nummer 7. Het zevende Hafaartje van Arda. Mooie aanval, mooie 1-2 combinatie met Jordi Thomassen. Werd keurig afgewerkt in de rechter benedenhoek. En dat betekende de 1-0 voor FC Den Bosch. De Jong Ajax liet het natuurlijk niet bij zitten. Zocht de aanval via die gevaarlijke buitenspeler Muric. Die gaat om statie heen. Maar daar is Heemskerk er uitstekend bij om die bal weg te boksen. Krijgen we hier weer een aanval van Den Bosch via statie. Mooi steekballetje richting Zeldenrust. Die zijn tegenstander voortdurend de baas was. Draait hier om zijn mannetje heen. Ja, en daar wordt hij onderuit gehaald door Sanjes. De uitstekende centrale verdediger. Maar hij ging hier toch in de fout ten opzichte van Virgil Zeldenrust. En hij ging over de heup of over de knie. Zo u wilt. Maar de scheidsrechter gaf meteen een penalty en een gele kaart. Zoals het hoort. En in die groothuizen. De keeper maakt zich klaar om de bal wellicht tegen te houden. Virgil Zeldenrust geeft keeper Groothuizen geen enkele kans. En dat betekent een paar minuten later al 2-0. In het voordeel van FC Den Bosch. Wat een ongekende wilde op deze vrijdagavond. Den Bosch
gaat verder hier met Sven Verlaan, die uitstekende wedstrijd speelde. Ook een aardige paas in de voeten heeft laten hier weer zien. Gaat de bal naar Thomassen. Thomassen draait om zijn mannetje heen. Komt de bal bij Beltermann. Gebeurt allemaal net voor rust. Schiet op het doel. Oh, wat een blunder van keeper in die Groothuizen. Maar Beltermann is niet minder blij om. Zijn ijver wordt beloond. Paul voor rust met het derde doelpunt voor FC Den Bosch. En dat zag er keurig en goed en verzorgd uit van FC Den Bosch. En de 3800 toeschouwers genoten in grote mate. Jong Ajax hier nog in de aanval. Proberen natuurlijk allerlei frivoliteitjes uit. Laat de bal via de buitenkant. Maar daar zit Hofstede nog tussen. Die gaat daar iets te heftig in op zijn directe tegenstander. Dan krijgen we een vrije trap op een zeer gevaarlijke positie. Daar hebben ze Moeric voor. Oeh, bijna een eigen doelpunt van Arda Hafar. Ja, dat was een achtste geweest, maar zeker niet de bedoeling. Via zijn voet ging de bal nog richting de paal. Maar gelukkig voor Den Bosch aan de goede kant. Den Bosch in de tweede helft. Hier een kopbal van Hofstede. Ging maar net over de lat. Uit een hoekschop van Joey Beltermann. Die een van zijn betere wedstrijden van dit seizoen speelde. Hafar, tiki-taki Hafar. Oeh, naar richting Thomas daar nog bij. Nee, net niet. In die Groothuizen komt betijds uit zijn doel en knalt de bal over de zijlijn. Verlaan weer met een goede pas richting Zelderust. Zelderust Beltermann. Wat een heerlijke avond die Beltermann. Geeft hier een mooie steekbaas op Thomassen. Thomassen, Zelderust. Oeh, via Owusu gaat de bal dan over het eigen doel heen. En is de 4-0 nog niet tot stand gekomen. Een mooie snelle aanval weer. Het is alweer een tijdje geleden dat we dat allemaal in de Vliert gezien hebben. Dus het publiek genoot. Hier een mooie hakbal zelfs van Zelderust. Zelderust Thomassen. Thomassen brengt de Hafar instelling. Daar gaat hij. Maar helaas ging ook de vlag van de grensrechter de lucht in. Het was buitenspel. Ja, hij kan erom lachen, Arda Hafar. Mooi steekpaasje. Wordt daar twee verdedigers eventjes gedold aan bij Ajax. Maar via de voet van Verlaan gaat die bal dan toch nog net naast het doel. En kon Sen Hendricks geen doelpuntje maken tot nu toe. Althans, Den Bosch aan de linkerkant via Zelderust. Daar staat weer Hafar. Ai, kan er net niet goed bij. Kan er net niet goed zijn voet onder krijgen. Bal was ook wel best wel moeilijk. Een beetje aan de hoge kant. Hier Beltermann. Draait weer mooi naar binnen. Mooi 1-2'tje met Hafar. Hafar. Komt daar het schot. Niet genoeg gedrukt. Gaat maar net over de kruising heen. Maar het scheelde weer weinig en kans op kans stapelde zich op voor FC Den Bosch. Hier Jong Ajax. Gaat het nog even proberen via Al-Azouzi. En dan komt hier Nouri nog in schietpositie. Maar die bal die gaat maar net over de kruising heen. Maar Jong Ajax kon een aantal kansen creëren, maar wist nog niet te scoren. Den Bosch hier nog een keer met dezelfde rust. Maar het is al gebeurd. René van Eck, een heerlijke 3-0 overwinning op Jong Ajax. Ja, neem je gelijk. Is dat jouw reactie na zo'n wervelende voetbalshow? Nou, ik vond dat we in het begin deden we het niet goed, het eerste kwartier. Toen gaven we Ajax te veel ruimte en dan zie je hoe gevaarlijk ze kunnen worden. Maar na dat kwartier deden we het goed. Dan gaven we, verlieten we ze geen ruimte. En wat we dan goed deden na de balverovering, dat we gelijk dan diepte zocht. Het balbezit was grotendeels voor Ajax in de eerste helft. Dat was wat meer dan Den Bosch. Maar waren wel dodelijk effectief, hè? Ja, maar ja, dat wisten we. Als die Ajax ruimte geeft natuurlijk, dan kunnen ze wel wat aan de bal natuurlijk. Als je ze geen ruimte geeft, dan hebben ze toch in een duel ook de nodige problemen. En wat dan wel belangrijk is natuurlijk, omdat Ajax toch heel hoog staat, dat je dan snel dus die diepte zoekt. En dat hebben we goed uitgevoerd. Het zevende Havaartje is een feit. Wordt hij niet te goed voor FC Den Bosch? Dat weet ik niet. Maar ja, ik neem aan dat er veel mensen op de tribune zitten. De scouts, ook van de Eredivisie. Maakt wel een turbulente periode door deze jongen. Ja, als hij zo presteert en er zijn clubs die interesse hebben en hij kan de wissel maken, dan gun ik hem dat van harte natuurlijk, want hij heeft het toch zelf gedaan. Direct is tegenstander was Nouri zo'n beetje, hè? Dat was een beetje de spielmaker, maar ja, je had hem in je zak zitten, hè? In het begin werd ik echt binnendoor gestoken, ik weet niet of hij dat was, of maakt niet uit,
Nou, in mijn zak wil ik niet zeggen, maar op zich ging het wel ook. Hij had een hele moeilijke avond, laten we het zo zeggen. Hij had een moeilijke avond, maar ik moet niet alleen naar mezelf kijken, maar ook gewoon naar het team. We hebben vandaag gewoon een goede prestatie afgeleverd en ik ben gewoon eindelijk weer blij. En ook leuk voor het publiek wat ruimschoots aanwezig was. Een kleine 3800 man. Veel sponsoren, veel kinderen. Die zagen eindelijk Den Bosch voetballen zoals ze het graag wilden zien. Nou ja, dat is wel ook wel het belangrijkste natuurlijk. Hè. Je zag de laatste week dat er wel een beetje negatieve geluiden ook van buitenaf kwamen. Omdat de prestaties niet goed waren. Maar in principe zijn wij gewoon onverstoorbaar doorgegaan. Gewoon ook op de training. En hebben we gewoon weer toegeleefd naar deze wedstrijd. En dan rees het gewoon in 3 punten. En hartstikke lekker. En nu nog 2 belangrijke wedstrijden te gaan. Dus we kunnen gewoon 2015 goed afsluiten. En met de goede moet 2016 in. Wel lekker hè, om zo toch even te scoren. Ja, absoluut. Ik ben al een tijdje op zoek naar de goal. Want de eerste wedstrijd natuurlijk wel gescoord. Daarna een lange tijd niet. En ik ben blij dat hij weer is gevallen. En ook de tweede helft. Ajax weliswaar weer meer in balbezit. Maar jullie een paar mooie flitsende aanvallen ook. Ja, klopt. De trainer had aangegeven in de rust dat we gewoon de 0 moesten houden. En van daaruit kijken wat er nog mogelijk is. En ik denk dat we dat als team verdedigend heel goed hebben gedaan. En nog een aantal keren goed uitkwamen. En dan maar een beetje geluk, dan scoor je nog 1 of 2 keer. Dit zijn de fijnste wedstrijden om te spelen hè? Ja, klopt joh. Mij niet klagen. Mogen we de verdediging een extra compliment maken vandaag? Die stonden als een huis. Ja, ik denk dat het wel heel het elftal moeten we een compliment maken. Want ja, het verdedigen begint voorin. En wat ik al zei, we stonden heel compact. En dan was het voor de verdediging natuurlijk ook makkelijker. Want ja, het eerste kwartier hadden we het moeilijk omdat we te veel ruimte weggaan. Zo'n overwinning geeft veel zelfvertrouwen voor de bekerwedstrijd aanstaande dinsdag, hè? Ja, maar ja, weet je. Met alle respect voor Excelsior 31. Maar daar moet je gewoon verder komen. Omdat wij gewoon een afdeling hoger spelen. En dat heb ik ook het elfte aangegeven. Dan moet je gewoon in de volgende ronde komen. Met alle respect. We gaan ervoor. We gaan ervoor. Yeah, we hooking back up. And when they bang us in the club, baby, you got to get up. Cause homies, thug homies, yeah, they giving it up. Low line, yo line, boy, we living it up. Taking chances while we dancing in the party for show. Slip my girl a 44 when she crippin' the back door. Chickens looking at me strange, but you know I don't care. Step up in the smoker, just a swing in my head. Trick, quit talking, crip walk if you down with the set. Take a bullet with some grip and take the smoke on the jam. Out of town, put it down for the father of rap. And if you happen to get crap, trick, shut your trap. Come back, get back, that's the part of success. If you believe